De komende tijd duik ik in de wereld van klimaatadaptatie. Wat is het eigenlijk en wat kan je zelf doen? Dries en Evelien uit Warfum zijn een mooi voorbeeld. Ze hebben een klimaatadaptieve tuin. Ik denk dat we sinds we hier wonen, dat we er steeds meer bewust van zijn geworden van hoe belangrijk het is, hè? Ja. Ja. In elk geval een tuin die een beetje voldoet aan klimaateisen. Dus een grasmat die het water goed weghaalt. Een tuin waar je geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, waar je dan ook nog een opbrengst van hebt. Gebruik geen insecticiden, gebruik geen pesticiden, gebruik geen kunstmest. Gewoon gedroogde koeienstront, dat is het beste. Ik hou erg van bezig zijn naast mijn gewone baan. En ik ben gek op groente verbouwen. Je krijgt er zoveel voor terug. Ja, ja, dat staat niet in verhouding met wat je er aan energie in stopt. Maar ook de afwisseling van met bloemen en een groentetuin iets heel moois kunt maken. En dat je natuurlijk wat betreft de watervoorziening een regenton hebt. En dat je in de huishouding het overtollige water niet laat wegstromen. Zet er een emmer onder, bewaar dat water en ga in droge perioden je planten water geven. Ja. Wij zullen nooit sproeien, omdat wij ook zien dat na een droge periode, als het gras geel geworden is en er komt weer een natte periode, dat het gras weer opleeft. Gras is op zich heel sterk. Dus wij vinden het eigenlijk jammer van al het water wat je besteedt. Dus wij zeggen, wordt het geel? Het is niet anders en het komt vanzelf weer goed. Dat is het sterke van gras. We hebben dit voorjaar best wel veel bijen gehad. We hebben rupsen, slakken. 'S Avonds komt hier een vleermuis langs. Die zal de mugjes opeten, neem ik aan. We hebben ook best wel veel vogeltjes altijd in de tuin. Hè, ja. Mussen, merels, ja. Van alles eigenlijk wel. Hè? Ja. Dus gezonde omgeving voor... Om oud te worden. Ook dat.